Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Wij staan op de locatie waarin we zo meteen even gaan afsteken. We hebben namelijk verschillende soorten Funke categorie 1 vuurwerk. Jullie gaan zo meteen zien dat dat vuurwerk eigenlijk echt geen kat 1 is. Kwalitatief gezien is dat vuurwerk gewoon geen categorie 1. We hebben hier lufthuilers van Funke. Laat ik zo even precies zien. Maar deze dingen, als jullie ze kunnen kopen, koop ze. Maar ga er wel goed mee om, want we laten zo meteen zien wat er ook mis kan gaan. Deze zijn zo goed, man. Dit zijn gewoon babypijlen van 10 jaar geleden, man. Mm-hmm. Dat die gewoon kat 1 zijn, is bizar. Zonder stokkie. We hebben de gele versie. Is er nog verschil in? Ja, die zijn nog gesealed en deze niet. Nee, is een vlammetje volgens mij, toch? Kleur. En een staartje ergens. Ja. We hebben die blauwe. En de blauwe hebben we. Wat we ook hebben, heeft de cameraman. Yeah. Zijn deze jonge kerels. Bengal Foyer mix. Nou, mix hebben we niet, maar eigenlijk hebben we iedere kleur genomen. En dat gaan we zo meteen afsteken. Zoals ik net al zei, kwalitatief gezien is dit geen categorie 1 vuurwerk. Dat gaan jullie zo meteen ook zien. En ik hoop gewoon dat het zo lang mogelijk nog onder kat 1 valt. Maar deze jonge kerels, die zijn wel hard, hè? Ja, kijk, ze zitten allemaal in zo'n klein verpakkingje. En als we dan even een aantal uithalen. Ja, het zijn gewoon echt babypijltjes zonder stok. Ja, vooral die bovenkant. En ik wil jullie echt met klem benadrukken, jongens. Steek dit echt in de grond af zo, want het kan echt misgaan. We gaan zo meteen laten zien hoe goed het mis kan gaan. Want dan gaan we wel even eentje gewoon, ja. Om te testen, gewoon even laten zien. Dan steken we er eentje van die kant af, daar zo, bij dat gras. Mm-hmm. Je gaat zien, het fluit echt goed. Bizar, hè? Die geel die er vanaf komt. Want als we deze afsteken, die van Leslie, nou, die zijn wel gewoon dat ze niet wegschieten. Dan zijn die echt heel snel klaar. Ja, die duurt ook wel lang trouwens. Ja, alleen hij is minder scherp. En wat ik al zei, jongens, steek deze echt in de grond. Want anders kan je echt problemen krijgen. Ik denk dat we er eentje wel even op de grond moeten leggen. Nog eentje. Dat laatste stuk is raar, hè? Huh? Nu de blauwe even. Er zit nog plastic omheen. Helemaal gesealed, vers. Zijn wel echt mooi, maar we hebben ook heel veel. Kijk, kijk. Yes, zijkantje. Hey. Ik voel mijn klauwen niet meer, joh. Nee, koud, hè? Zo. En dan een rode. Wat zou het verschil zijn? Ja, voor mij in het donker zie je dat, man. Wat ga je doen? Dus kan je aan kat 1 komen van Funke, koop deze zeker. Maar doe het niet zo. Hartstikke idee. Kijk die rook die er afkomt. Kijk. Bizar toch? Ja, niet normaal. Hey, even een babypijltje in het water. Ja joh, doe maar. Wat is dat? Is dat ook de paarse? Geetje robot. Ja, ze vallen wel om, man. Heb je nou een paarse en een roze? Oh, dit, of dit is de rode? Mooie dingen, man. Wat zou die doen als hij in het water ligt? Ik weet niet. Gaat hij uit, denk je? Laten we proberen. Zonde. Oh! Zonde. Ja, dat is zonde, maar weet je. Oh nee! Zo! Er komt een boot! Ah, oh, zo niet veel beter. Zie dat? Wordt gewoon een boot!
Wel een lekker sfeertje, hè? Het is wel leuk, man. Yes. Het maakt alleen maar rondjes. Gaat hij weer. Ja, wel jammer dat ze steeds omvallen, man. Ja. Sterke vlam, hè? Ja. Op de brug. Wat hebben we nog meer? Wat ook zo is, jongens, van deze Bengaal foyer hebben we er ook eentje 's avonds gedaan. Dat stukje komt nu in beeld. Ja, Missy heeft daar weer het volgende. Dus dat is voor projectiel. Doe maar, want er komt weer een vrachtwagen. Kom maar, steek maar aan. Nou, de klasmaatje. Kijk die rook ook die er afkomt. Echt mooi, hè? Luchthuilers. Luchthuilers. En ja, die gaan allebei. Hele rare gillers, hè, zijn dat? Ja, niet normaal, ja. Maar pak even die gele. Gele? We hebben ook nog gele. Oh ja, we hebben ook nog gele. Dit zijn de gele, jongens. Die gaan we ook even testen. Er zitten heel veel pakjes in. Ze gaan niet alles tegelijk doen. Maar gewoon even om een... Twee tegelijk. Een oranje en een gele. Dus dan rode. Rode en geel, ja. Wat doe jij nou? Oh, yo. Ai, nee. Wat geeft die andere aan van mij? Hoop ik. Wat hè? Ja, man. Bijna. Shit. Ja, een mooie stroboscopen. Dat was ziek. Hij kan wegschieten. Zo, die oranje zie ik. Is weer oranje. Ja, man. Zo, dat licht is ook ziek. Kan er nog een keer? Ja, man. Gewoon even een stooksessietje. Wat een rook komt daar vanaf, joh. Wat een blauwe. Jammer dat er dan geen kleurenrook uitkomt, hè? Die blauwe wel. Oh nee. Wat een lichte. Kijk die rook ook. Sfeertje. Zo. Oh, die knettert. Hoe dan? Kijk op. Oh. Die kant op. Zo hard, hè? Deze. Killer. Goede babypijlen, jongen. Ja, jongens, dat was weer de video voor vandaag. Ik zeg je eerlijk, die babypijltjes van Funke en die Bengaal foyer zijn echt heel erg leuk. Als je daaraan kan komen, zou ik er zeker aan komen. Let wel op bij die luchthuilers. Zet ze in de grond neer, want wij hebben ze ook op een industrieterrein afgestoken. Ik laat nu even een klein stukje daarvan zien.
Kijk wel deze kant op. Kunnen ook echt heel ver alle kanten op vliegen. En als dat stukje in je oog komt, dan ben je echt de shark. Dus let daarop, doe ze in de grond. Verder geen gekke dingen. Morgen om 4 uur is er weer een nieuwe video. Ik zie jullie weer morgen.